Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Met veel ruimte voor de zon vandaag, want er is weinig bewolking. Alleen op de Wadden trekt wat lage bewolking voorbij. Maar dat zal in de loop van de ochtend wel weer verdwijnen en naar de Noordzee wegtrekken. Dan is het zonnig op de meeste plaatsen, met vanochtend temperaturen rond 13 graden. Maar vanmiddag komt daar een flink stuk bij nog. We gaan op de meeste plaatsen boven de 20 graden uitkomen. 20 tot 22 graden. Een zwakke tot matige wind uit het zuiden er voert die zachte lucht aan. En we doen het ook vanmiddag met volop zon, alleen wat sluierwolken hier en daar. Ook in de avond blijft het helder met dalende temperaturen naar een graad of 12. De wind blijft zuidelijk en is meest zwak van kracht. Heel rustig weer dus. De zaterdag is grotendeels zonnig en droog. Maar in de loop van de middag neemt van het westen uit de bewolking langzaam wel toe. In de avond, laat in de avond, kan er in het noordwesten een bui vallen. En in de nacht na zondag zijn er meer buien actief. Maar die zijn zondag overdag al vrij snel weer verdwenen. De wind is naar het noorden gedraaid, waait stevig door en blaast ook koelere lucht het land in. 14 tot 16 graden tegen de plaatselijke 24 op de zaterdag. Na het weekend keert de nazomer gewoon weer terug. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.